En Stichting Lobby Health Center breidt in verband met haar jaardag haar diensten uit. De stichting bestaat op 28 februari 51 jaar. De uitbreiding heeft te maken met de preventie van kanker, met nadruk op baarmoederhals, borst en prostaatkanker. Volgens het Nationaal Kankerplan is kanker de tweede belangrijkste doodsoorzaak onder vrouwen in Suriname. Jaarlijks overlijden er ruim 25 vrouwen aan baarmoederhalskanker. Dat komt neer op gemiddeld 2 sterfgevallen per maand, zegt directeur Nancy Bando. Vanwege dit hoge gemiddelde heeft het centrum besloten om in te spelen op het vraagstuk. Wat we weten van, ik heb al aangegeven van kanker tweede doodsoorzaak bij vrouwen en bij mannen is prostaatkanker. Staat dat op de eerste plaats? Wat we ook weten, en daar blijf ik dus eigenlijk even een beetje steken bij de 3 kankers waar wij mee bezig zijn als Stichting Lobby Health Center. We weten bijvoorbeeld bij baarmoederhalskanker dat 80% van de vrouwen bij wie baarmoederhalskanker wordt ontdekt, dat het in een veel te late fase wordt ontdekt. En dat leidt ertoe dat op jaarbasis je een sterftecijfer hebt van tussen de 25 en 30 vrouwen die dus op jaarbasis doodgaan aan baarmoederhalskanker. Als je dat zou verspreiden over het jaar gemiddeld, dan zou dat betekenen dat op maandbasis er 2 vrouwen doodgaan aan baarmoederhalskanker. Aan een ziekte die je kan voorkomen. Dan zijn we toch totaal verkeerd bezig in dit land. Van borstkanker weten we ook dat het veel vaker voorkomt dan baarmoederhalskanker. Maar omdat daar de medische wetenschap zo ver is en de behandelmethode zo ver is, weten we ook dat daar de overlevingskansen iets groter zijn. Want je merkt bijvoorbeeld van, ondanks het feit dat baarmoederhalskanker te voorkomen is, dat er meer vrouwen doodgaan aan baarmoederhalskanker dan aan borstkanker. Hoe eerder kanker wordt ontdekt, hoe groter de overlevingskansen, geeft Bando aan. Stichting Lobby Health Center heeft sinds vorig jaar een traject ingezet om meer aandacht te besteden aan preventie en aan de publieke gezondheidszorg. Daarmee wil het centrum het Surinaamse volk zo gezond mogelijk houden. Bando vertelt meer over het proces van preventie. Wat je eigenlijk moet hebben is een permanente dienstverlening waar mensen gebruik van kunnen maken. En anytime als ze die klik maken van en nou ga ik aan mijn gezondheid werken, want ik heb het in mijn eigen hand. Ik wil geen kanker krijgen of ik wil mijn risico verminderen, toch, op kanker. Dat ze kunnen komen, kunnen zitten met onze artsen, wat elk persoon verschilt. Het risico van de een is veel hoger dan bij de ander. Dus wat wij gaan doen, of wat althans onze artsen gaan doen, is zitten met de mensen. En aan de hand van een vragenlijst nagaan van hoe hoog of hoe groot is het risico van die persoon die daar voor ons zit. Dat heeft het te maken met je leefstijl. En dan kan het dus inderdaad zijn dat je dus dag in dag uit zoet gebruikt. Je drinkt je frisdrank, je gebruikt van alles en nog wat. Je drinkt je rood vlees, je houdt van je barbecue, whatever. Maar je beweegt bij wijze van spreken. De directeur van Stichting Lobby Health Center, Nancy Bando. De stichting zal in verband met het 51-jarig bestaan haar dienstverlening uitbreiden. De aandacht zal vooral worden gericht op de preventie van baarmoederhals, borst en prostaatkanker.